Zie ik daar Team Galactic? Ja, man. Ik dacht dat we al helemaal klaar waren met Team Galactic, maar blijkbaar zijn ze er nog gewoon. Yo, Nintendo fans. Welkom bij weer een gloednieuwe Shining Pearl video. In de vorige aflevering hadden we deze Regirock gevangen. En hier in Ramanas Park kan je echt superveel legendaries vinden. Maar vandaag gaan we eens even kijken wat we op de Iron Islands kunnen doen. En daarvoor moeten we vliegen naar Canaliph City. Moeten we alleen eerst even hier uit. Oh, we krijgen een statue omdat we een nieuwe Pokémon hebben gevangen. We krijgen de Regirock statue. Oké. Die kunnen we dan weer in de underground in de secret base gebruiken. Maar ik wilde gaan vliegen naar Canaliph City. Als je dit nog een vette serie vindt, doe zeker een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. Want ik zie het wel. Jullie vergeten te abonneren de laatste tijd. Dus druk op die abonneerknop als je dat nog nooit gedaan hebt. En knal gelijk even dat belletje aan. Dan krijg je iedere dag lekker meldingen. Dus even kijken hoor. We moeten eventjes kijken waar we naartoe moeten. Er moet hier een bootje zijn. Volgens mij was hier een bootje. Hier was een gast met een boot. Ja, deze guy. Wil je gaan varen? Ja, zeker. Laten we naar Iron Islands gaan. Even checken, man. Sowieso is het wel vet aan Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl. Dat er, als je de game hebt uitgespeeld, als je Pokémon kampioen bent geworden, dat er dan nog best wel veel te beleven is. Ik vind het best wel nice. En nou, we gaan eens kijken. Daar gaan we, jongen. Het was blijkbaar iets te ver voor mijn Bibarel om te zwemmen. Anyway, we zijn er. Hoi, Golduck. Heb je nog naar je zin? We gaan hier trappetje op. Eens even kijken hier, het eerste huisje. Hallo, wie is er thuis? Yo, het is een gymleader. Het is Byron. Die zegt, hé, hey, je bent aan het trainen. Weet je, mijn zoon traint net zo hard als jij, maar ik behandel hem nog steeds alsof hij een kind is. En dat is echt stom. Hij is een supergoeie gymleader en zo. Het is altijd moeilijk geweest tussen de vader en zoon blijkbaar. Hij zegt, ja, ik heb je tijd verspild. Neem dit alsjeblieft. We krijgen de metal coat. Daarmee kan je bijvoorbeeld Scyther naar Scissor evolueren. En dan moet je je Scyther even ruilen met iemand anders. En dan evolueert hij in Scissor. En Byron die gaat er even door. Woont hij hier of zo? Of zou dit zijn vakantiehuisje zijn? Nou, we pakken even een Max Eater uit deze steen. Lalalala, volgende trappetje op. Oké. Wat gaan we doen hier, vriendelijke vrienden? Waar moeten we naartoe? Ik ga naar links. Oké, ja. Trainster. Oh ja, we moeten gelijk battelen. Oké. Of een trainer. Volgens mij is het een mannetje. Lawrence, ja, dat is een mannetje. Die gooit een Luxio. Oké. En ik dacht, nou, weet je wat? Dit is een grot. Komen waarschijnlijk steentype Pokémon. Laat ik Golduck op de eerste plek zetten. Dat is niet zo handig tegen Luxio. Oh, maar hij is maar level 1. Oké, dan doe ik even Psychic. Dat moet ook voldoende zijn voor Luxio. Waarom zijn die tegenstanders zo zwak? Ik bedoel, je kan hier pas komen nadat je Pokémon kampioen bent geworden. Dus waarom zijn die trainers hier niet gewoon level 60 of zo? Dit maakt het weer iets te makkelijk. Ik vind het wel jammer aan deze game. Over het algemeen is de game super simpel. Totdat je Pokémon kampioen moet gaan worden. En als je verkeerde move doet, ja, dan gaat het sowieso niet goed. Ik gebruik Psychic, maar dat doet natuurlijk niks op Stunky. Maar ja, dat is gewoon een beetje jammer. Dat had wel wat moeilijker mogen zijn voor mij. Dus ook, ja, Lawrence gaat ook weer down. Oké, er zitten hier wel dus wilde Pokémon. En inderdaad, Golbat. Nou, die hebben we een tijdje geleden gevangen. Ons Batman. Maar ook de wilde Pokémon zijn hier lager level dan op Victory Road. Oké, even itempie pakken. Een Iron Ball. Die gaan we ook niet gebruiken, ben ik bang. Gaan we maar weer terug naar boven. Blijkbaar zijn we wel de goede kant op gegaan, want we moesten eigenlijk deze kant op. En aan de andere kant lag een itempie. Eens even kijken, waar brengt deze hele gang ons, joh? Nog een itempie. Escape rope. Kunnen we lekker ontsnappen. En we zijn dus op de IJzeren Eilanden. Ja. Dus Byron, die is hier waarschijnlijk de baas. Ik ga even een repel gebruiken. Komen we geen wilde Gravelers meer tegen en zo. En Golbatjes. Volgende battle, een Staravia. Die gooi ik even een Ice Beam op zijn hoofd. Ja, maar het is allemaal geen competitie meer, joh. En daar hebben we Jerim. En die verbranden we even. Ja. Doen we gewoon. Ik hoop wel dat ik nog iets meer competitie krijg hier op de Iron Islands. Ik hoop niet dat het zo simpel is als dit. Oké. We kunnen hier naar beneden nu met de Liffy. Misschien betekent dit nieuwe verdieping. Betere trainers. Kijk hoor, wat hebben we aan de rechterkant? Allemaal bouwvakkers hier. En hier hadden we een guy, die ken ik niet. Dit ziet er wel... Wie is dit? Wie is deze gast? Hij vraagt ook, wie ben jij? Oh, Rickachu. Ik ben Riley, zegt hij. Ik ben de trainer. En het is een beetje gek dat ik hier zou trainen, hè? Als je wil, kunnen we teamen. Oké, deze twee gasten verdienden het niet eens om in de video te komen met een lage level Pokémon. Kom op! Kom op! Maar blijkbaar is dit best wel een groot grotje, want Riley die kon mij dus hier helpen. Oh, gast! Nu blokkeer je heel de weg, gast. Ik weet niet of ik er nu nog langs kan. Riley heeft trouwens een Lucario, zie ik. Lekker man, Riley. Lekker. Oké, gelukkig. Ik kan er wel langs. Het zou er nog eens bij moeten komen. Mijn repel was op, maar gelukkig heb ik nog heel veel max repels. Even Pokéballie pakken. Max Poisontje. Let's go, Riley. Let's go. Ik zie je hoofd trouwens helemaal niet door die hoed, man. Ja, jouw hoed zit echt super scheef en zo. Oh. Oh. Zie ik daar Team Galactic? Ja, man.
Team Galactic is hier ook nog. Ik dacht dat we al helemaal klaar waren met Team Galactic. Maar blijkbaar zijn ze er nog gewoon. Oké, we gaan hier naartoe. We gaan richting die Team Galactic, guys. Want ik ben knijten benieuwd wat zij hier aan het sjouwen zijn, joh. Maar eerst moeten deze Ace Trainers down. Ja, en dat is net zoals net. Geen enkel probleem. Later, Ponyta. Oké, dat is gelukt. Deze hebben ook weer verloren. Maar wat doet Team Galactic hier, man? Ik snap het nu, zegt Riley. Jij bent verantwoordelijk voor agitating de Pokémon. Maakt me niet uit wat voor reden je hebt, maar ik ga er alles aan doen. Zodat jouw problemen niet mijn problemen worden. Dat heeft hij tegen Team Galactic dan, denk ik. Hoop ik. En hij zegt, wij zijn Team Galactic. Wij pakken alle Pokémon die wij willen. Ze is dat niet zo inderdaad, partner. Ja, jij weet zelf, broer. Dus dat is wat we gaan doen. We gaan alle Pokémon ontvoeren van dit stomme, verroeste, ijzeren eiland. En Riley zegt, nee jongen, gaat niet gebeuren. Kom op, Rickertje, deze battle kunnen wij niet verliezen. Nee, als die Pokémon van Team Galactic ook level 30 zijn, dan kunnen we deze inderdaad niet verliezen. Hier, Zubat, Glammeow. Waar zijn jullie geüpgraded Pokémon? Waar zijn Crobat en die freaking dikke, hoe heet die ook alweer? Die evolutie van Glammeow. Wat is deze Zubat, joh? Lekker bezig, Lucariootje. Glammeow in één klapje weg. Die Lucario is trouwens ook nog maar level 33 of zo. Hoppakee, tweede Zubat. Zoek verslagen. Metal Claw, die Krogan. Nou, die Krogan die blijft nog even. En die denkt, nou, die Rickachu's Golduck, die moeten we even Poison Jappy doen. Want ik bedoel, die is twee keer zo hoog level. Dus laten we proberen om hem te verslaan. Ja, succes, pick. Kijk, nu komen ze eindelijk met de Golbat. Maar ja, hè? Ja. Yeah. Die kan ook niks doen. Die is ook gewoon weg. Growagunkie wordt gesloopt door Lucario. En nog een laatste ijsbimpie voor Stunky. En dan gaan we eens even kijken wat Team Galactic nu te zeggen heeft. Hij moet huilen. Hij zegt, wat een combinatie. Ik kan dit niet geloven. En nu zeggen ze, stop. Ik zeg, stop. Jullie combinatie is zo ziek. Jullie samen en jullie Pokémon. Ah, laten we er vandoor gaan, broer. Oké, bro. We weten toch niet eens wat Team Galactic's grote plan is in anyway. En Riley zegt, yo, thanks man. Je hebt mij geholpen. Ik heb een Pokémon-ei. Wil je het met je meenemen? Natuurlijk. En Riley zegt, thanks. Ik wil dat jij die Pokémon alle plekken van de wereld laten zien. En hier zit een Riolu in. Die mag even naar de box. Maar nice, nice. We kunnen die Riolu wel een keer gaan hatchen. En Riley gaat er weer vandoor. Hij zegt, ja, ik wil mijn skills op andere plekken laten zien. Maar laten we elkaar nog een keertje ontmoeten. Ja, is goed, man. Was gezellig. Leuk. Kom een keer lekker een bak koffie drinken of zo. Ik lust zelf geen koffie, maar hey, als jij koffie wil, ik maak koffie voor jou. Zo ben ik. Oké, hier kunnen we naar boven. En waar komen we dan uit? Ah, kijk, dan zijn we bij de uitgang. Nog even die Pokéball oppakken. Wat zit hierin? Een Shiny Stone. En dan gaan we lekker naar buiten. Eens even kijken, joh. Was dit de Iron Islands? Nee, toch? Nee. Dat geloof ik niet. We hadden nog een plek waar we naartoe konden gaan. Laten we even kijken. In die eerste grot konden we namelijk naar beneden. En toen konden we ook nog naar rechts. Kijk, hier. We zijn net naar links gegaan. Daar was Riley. We kunnen dus ook nog naar rechts. Ga ik proberen om alle trainers even te mis te lopen. Kijk, die loopt zo. En dan ga ik zo. Ja, top. Dan pak ik hier die Pokéball. En dat is TM23, Iron Tail. Gaan we hier naartoe. Oh, dan kunnen we aan die kant naar beneden. Ligt dan hier ook nog een itempie of zo? Nee? Ja? Iron, nog meer ijzer. Ja, oh, doei, mazzel. Ja, later. Oké, doei. Jullie hebben lekker rondje aan het lopen. Oh, nee, ik wou helemaal niet battelen. Hier ligt nog een Max Eater. Ja, en dan was dit het toch, joh. Blijkbaar was dit dan toch alles wat we hier konden doen. Ik kan het bijna niet geloven. Weet je wat, dan neem ik gewoon dit eitje even mee. In plaats van Jaws. En ik heb hier nog een mysterieus eitje. En die doe ik even in de plaats van Blade. Gaan we even twee eitjes uitbroeden. Heb ik nog een Suitbel ergens? Even zoeken. Ja, kijk, ik heb hier een Suitbel. Volgens mij als ik die aan een van mijn Pokémon geef, dan worden die eitjes sneller uitgebroed. Als ik heel eerlijk ben, dan had ik wel iets meer verwacht van die Iron Islands. Maar misschien gaan we Riley nog ergens een keer tegenkomen. Dat zou natuurlijk wel vet zijn. Nou, in de beschrijving van het eiland staat ook wel dat het een klein eiland is. Dus ik had het eigenlijk wel kunnen weten. What up, Sailor Man? Yo! Oké, we gaan terug. En dan vliegen we even naar Solation Town. Want we gaan even snel die eitjes uitbroeden. En dat kan gewoon hier. Kijk, weet je wat je wil doen? Je wil gewoon hier eigenlijk naar beneden en naar boven fietsen de hele tijd. En dit is de langste route die je kan pakken om je eitjes uit te breeden. Brieden? Broeden. Super chill in ieder geval. Waarom? Die guy had een Gastly bij zich. Heeft hij altijd een Gastly bij zich gehad? Ja, ik denk het wel. Anyway, je kan dus nu helemaal zo naar boven door Solation Town. Hier overheen. Mop. En dan hoef je eigenlijk alleen maar de hele tijd heen en weer te rijden. En dit gaat op zich best wel snel. Oh, ja. Kijk, daar gaan we. 9,5 keer moesten we heen en weer rijden. En dan komt het eerste eitje uit. Oh, en dat is de Mystery Egg. Ja, die had ik ook nog niet gehatcht, jongens. Die had ik ook nog niet uit het ei laten komen. Jullie weten wie dit is.
Kijk dan! Oh, Manaphy. Ja, dit is wel echt ook een leuk Pokémonnetje hoor. Echt heel vet. Manaphy bestaat voor 80% uit water. Ik ben er net voor de 20ste keer al langs gereden. Nou, hij heeft echt geen zin om uit het ijsje te komen hoor. Hij is echt... Hij denkt, ja, jij gaat mij toch niet gebruiken in de battles. Ik kom gewoon niet uit mijn ei. Ik kom pas uit mijn ei als je hebt gezegd dat je me gaat gebruiken in je battles. Maar wacht... Is er een speciale manier waarop we die Riolu-ei uit kunnen laten komen? Want hij zegt natuurlijk van... Ik wil dat je deze meeneemt naar alle plekken in Sinnoh. Dus misschien komt hij gewoon pas uit op het moment dat we op meerdere plekken zijn geweest. Maakt het niet zozeer uit hoeveel stappen we zetten, maar moeten we gewoon ergens anders naartoe. Ik kan me haast niet voorstellen dat het zo werkt, want zo werkt het nooit in de Pokémon games volgens mij. Ik heb even opgezocht, je moet blijkbaar 6000 stappen zetten en schijnbaar is dat echt knijterveel. Oh, ja, daar gaat. Eindelijk, jongen. Dit waren de 6000 stappen die we moesten zetten. Als deze shiny is, jongen. Als deze shiny is, word ik helemaal gek, hè? Dat zou echt vet zijn. Daar is die, daar is die. Ah, nee, het is gewoon een normale Riolu. Maar alsnog, hartstikke leuk. En Riolu en Lucario, die lijken wel een beetje op die Egyptische god Anubis. Dus ik vind Anubis wel een leuke naam voor deze Riolu. En als we dan aan een serie of een film moeten denken, omdat ik dat bij elke Pokémon heb gedaan, denk gewoon aan het huis Anubis of zo. Welk level ben je eigenlijk? Level 1. Manaphy is ook level 1. Anyway, dat was de video van vandaag. Dit kan je dus doen op de Iron Islands. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En zet het belletje aan. Dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!